De kosten daarvan worden geraamd op 17 miljoen euro. Daarnaast is er 12 miljoen euro nodig voor nieuwe sprinklers, meubels en zonneschermen. Al het personeel wordt voortaan in de toren ondergebracht. Zo kan het lage gedeelte van het provinciehuis verhuurd worden en met de opbrengsten daarvan kan de verbouwing worden betaald. Vanwege de bezuinigingen gaat het provinciehuis terug van 1390 naar 1000 voltijdmedewerkers.